Welkom bij deze nieuwe aflevering van In de Buur 033, de podcast. En dit keer ben jij aangeschoven, Irma. Van harte welkom. Ja, dankjewel. En eigenlijk is dit een tweede aflevering van een soort tweeluik wat we maken. Over het thema laaggeletterdheid. Ja. En in de eerste aflevering heb ik gepraat met Suzanne. Zij is huisarts hier bij de Orion huisarts hier in Amersfoort. En zij zet zich eigenlijk in om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken in haar huisartsenpraktijk. Maar goed, dan praten we natuurlijk eigenlijk een beetje over de mensen die dat dan ondervinden in hun leven. Dus hoe mooi is het als ik ook eens met iemand in gesprek zou gaan die dat zelf heeft ervaren. Ja. En nou, met name omdat we deze podcast opnemen in de week voor lezen en schrijven. Is het belangrijk om dat thema eens bespreekbaar te maken, denk ik. En super dat jij bent aangeschoven hier. Ja, graag gedaan. En de allereerste vraag, en dat is een vraag die eigenlijk niks met ons onderwerp te maken heeft, maar meer over jouzelf. Want stel je voor, wij staan nu samen in de lift en we gaan in een minuut tijd omhoog. Dus je hebt eigenlijk een minuut tijd om elkaar voor te stellen, de elevator pitch. Kun jij jezelf even kort voorstellen? Ja, ik ben Irma van Leerdam. Ik ben vanaf 2018 taalambassadeur bij de stichting ABC en Lezen en Schrijven. Ik ben laaggeletterd geweest. En ik denk dat wel een goede uitleggen. Mooi. Hey, en dan hebben we het al over het woord laaggeletterdheid, hè? Zo'n containerbegrip. En dat wordt linksom en rechtsom overal op tafel gegooid. Maar hoe zou jij nou laaggeletterdheid in je eigen woorden omschrijven? Nou, ik zou zeggen van beperkte basisvaardigheden. Want laaggeletterdheid is niet zozeer alleen schrijven. Hè? Het heeft ook te maken met rekenen en het heeft ook te maken met digitale vaardigheden. Dus het zijn in deze tijd dat wij leven, zijn dat wel basale basisvaardigheden die je moet hebben om je gewoon te kunnen redden in de maatschappij. Dus ja, zo zou ik het noemen. Hmm. En op welk moment in jouw leven kwam je er dan eigenlijk achter dat jij ergens tegenaan liep? Ja. Nou ja, ik was bezig met de opleiding SPW. En toen wilde ik naar SPH. En toen zeiden ze wel van ja, je taalvaardigheden zijn eigenlijk niet zo heel goed. Maar dat ik echt heel duidelijk achterkwam, was ik 48, denk ik. Nee, nog later. Nee, 48. Ja. En hoe merkte je dat? Nou ja, eigenlijk vooral toen de digitalisering begon. Ik zat natuurlijk op de opleiding SPH en dan kon je heel makkelijk dingen opzoeken. Iedereen vond het geweldig internet. En ik dacht, ja, ik vind het eigenlijk alleen maar irritant, want ik kom helemaal niet waar ik wil zijn. Maar ja, dat kwam natuurlijk omdat ik de woorden anders intypte als dat verwacht werd. Dus dan kwam ik niet op de punten waar ik wilde komen. En ik wist wel dat mijn taalvaardigheden nou niet echt mijn kwaliteit waren. Dat wist ik wel. En ik had ook wel hulpmiddelen gekregen van de opleiding. En ik had een vriendin die dan mijn verslagen nakeek. Dus ik zeilde er wel doorheen. En toen was ik klaar met mijn opleiding. En toen dacht ik, nou, ik had wat meer tijd. Ik dacht, weet je, ik ga wat aan mijn Nederlands doen. En toen kwam ik bij de bibliotheek in Amersfoort. En daar hadden ze dan taallessen. En toen was er nog taallessen, zeg maar, vanuit mbo. Dat was toen nog door de Amersfoort gesubsidieerd. Dat was 1 jaar. En dat heb ik toen 1F gedaan. En toen heb ik eigenlijk gezegd, ja, maar waarom kunnen we niet les krijgen tot 2F? Want dat is wat je nodig hebt om je te kunnen redden in de maatschappij. Ik onderbreek even met 1 vraag, want bij mij komt nu het vraagteken, wat bedoel je met 1F en 2F? Oh ja, dat is een bepaalde niveau waarop je zowel rekenen als taal kunt doen. En 1F is eigenlijk ongeveer, denk ik, lagere school. En 2F, ja, dat is eigenlijk mbo 1 of 2. Daar zit je op mbo 1 of 2. En maar je hebt dus eigenlijk taalvaardigheden nodig op 2F. Ik draai het wel eens om F2 of 2F, dus dat moet je maar even loslaten. En toen kwam ik er dus achter dat ik eigenlijk nog geen 1F had. Dus toen ben ik aan het werk gegaan voor 1F. En wat ik net zei, ik dacht, waarom krijg je geen 2F aangeboden als je dat nodig hebt om je te kunnen redden? Dus toen hebben ze heel veel moeite gedaan om ook te regelen voor 2F. En dat is toen gedaan voor 1 jaar. Dus ik heb weer mazzel, zoals altijd. En dat heb ik toen afgemaakt. En dus ik ben nu eigenlijk laaggeletterd af. En ja, ik wil eigenlijk ook wel pleiten, nu ik hier toch zit, voor dat de echte docenten gaan komen om dat weer te kunnen aanleren. Want nu wordt het door vrijwilligers gedaan,
helemaal geen kwaad woord over de vrijwilligers. Maar ik heb wel gemerkt het verschil tussen 1F en 2F. 1F kreeg ik van een docent van de mbo. En ja, dat ging eigenlijk heel goed. Dus, met 2F van een vrijwilliger? Ja. Ja, dat was een hele goede vrouw en helemaal niks op aan te merken. Maar ik heb gewoon verschil gemerkt. Hmm. En ik denk, het was jammer dat ze toen gestopt zijn met het financieren van die manier van lesgeven voor de volwassenen. Ja, en als ik je dan zo hoor, wat bij mij blijft hangen, dat was eigenlijk de eerste quote die je had toen je dit ging uitleggen, is dat dus die digitalisering kwam, dat je dus iets in bijvoorbeeld Google ging invoeren, en dat het inderdaad heel erg letterlijk is. Dus als jij, dus dit vraagt iets van je, namelijk voer het precies zo in, zoals de computer het snapt, want doe je dat niet, dan kom je er niet. Ja. En dat is natuurlijk wel een shift in tijd die we nu echt nog steeds meer aan het doormaken zijn natuurlijk. Dat je wel exact iets moet invoeren qua data om er ook op de juiste plek te komen. En als je daar dus moeite mee hebt, dan kom je dus ook gewoon niet op die plek. Ja, dat klopt. En dat was ook mijn frustratie. Hmm. En omdat ik het natuurlijk ook niet besefte dat dat het punt was, raakte ik ook heel erg gefrustreerd. En zocht ik het ook niet echt op internet. Dus dan ging ik het lezen of ging onbewust even een gesprekje met iemand aan waarop die vraag dan erin kwam, zeg maar. En dan had ik toch mijn antwoord. En doe ik dat bij twee mensen, zodat ik niet van één persoon denk van, oh, die heeft het helemaal gelijk goed. Maar dat je dan ook nog een beetje je eigen visie daarin kwijt kunt. Sorry. Dus je iets naar achteruit je wel, want je komt iets naar voren, ja. Zo zit je goed in de microfoon te praten, anders komt hij er overheen, zeg maar. Oké. Okay. Dus helemaal top. Hey, en nou, dit was dus een uitdaging die jij tegenkwam. Kun je eens wat meer voorbeelden geven van de grootste uitdaging die je eigenlijk ondervond, doordat jij dus niet goed meekwam? Nou, dat was toch ook wel echt gaan van naar het SPH, zeg maar. Want dat was voor mij wel echt een hele hoge drempel. Dus dat was wel mijn uitdaging. En daarna was ik een beetje bezig met, hoe kan ik hulpmiddelen krijgen die op de computer mij kunnen helpen, zeg maar. En de Woody is vind ik een heel fijn hulpmiddel. Dat is, er worden ook, als je woorden wil intikken en die zijn niet goed, dan geeft hij keuzes. En wat je intikt, dat spreekt hij ook uit. Dus dan hoor je ook wel, tenminste ik hoor dan wel van, dit woord klopt niet. En dat is gewoon heel fijn. Dat maakt het ook wat, hoe zeg je dat, minder vermoeiend. Want het is best wel, je moet je eigenlijk voorstellen, ik zeg altijd, je moet je voorstellen iets waar je niet goed in bent, dat je dat verplicht moet doen. Hoe voelt dat? Weet je, dat is een beetje wat ik dan probeer te vertellen aan de mensen, van misschien kun je dan iets inbeelden. Ja. Ja, dus als je ergens echt gewoon niet goed in bent, maar je krijgt inderdaad wel dagelijks gewoon de opdracht, ga dat doen. Oh, dan voel ik inderdaad wel nu al een soort van frustratie bij me opkomen. Ja. En dat je er ook geen zin in hebt gewoon. Ja, weet je, en het is ook een bepaalde stress. En omdat tegenwoordig in Nederland is het de Nederlandse taal wordt ook geschakeld aan je intelligentieniveau. En dat is in andere landen niet zo. Dus dat maakt het wel extra zwaar. En dat geeft je ook gelijk een plek in de maatschappij. Waar je wel echt tegen op moet boksen. En waar ik ook wel, omdat ik natuurlijk niet wist dat mijn taalvaardigheden geen basisvaardigheden, niet hoog genoeg was voor de basisvaardigheden, heb ik ook dingen gedaan die daar eigenlijk niet bij aansloten. Dus daar heb ik heel hard mijn hoofd 10 keer mee gestoten. En dat heeft wel invloed gehad op mijn, mijn emotionele vaardigheden. En ook wel heeft het ook wel een bepaalde afstand gebracht naar mensen. Omdat ik niet begreep waarom zij bepaalde dingen zeiden of deden of me wegstuurden van mijn werk of weet je. Dus daarom pleit ik ook echt wel voor dat mensen er gewoon voor het ook gewoon zeggen. Van maar weet je, wat je hier hebt, dat kan eigenlijk niet op dit niveau. Of dit kan niet bij dit werk. En niet dat ze je wegsturen met je past niet in het team. Weet je? En ik snap ook wel hun nu, hè. Nu ik gewoon weet dat ik niet genoeg basisvaardigheden heb, snap ik het ook. Maar op dat moment er niet. En ik werkte mijn eigen echt uit de naad. Ik kan ook wel zeggen bij de opleidingen, zeg maar, dat ik toch ook veel meer tijd nodig had. En dat is niet erg, maar er blijft wel minder tijd over voor ontspanning. Hmm. En ik heb de opleiding op latere leeftijd gedaan.
En nou, ik heb echt alles erin geïnvesteerd. En wat ik nu ervaar is dat het niet naar me terugkomt. En dat is niet alleen op dit gebied geweest, maar op meerdere gebieden. En dat maakt wel... nou ja, ik zie soms ook, denk van ja, investeren, maar wat krijg ik ervoor terug? Snap je? Dus ik heb een beetje wijn, zo denk ik het zelf. Mijn motivatie om nieuwe dingen te gaan doen is wel een beetje minder geworden daardoor. Omdat bedoel je daarmee dat je bijvoorbeeld dus de opleiding bent gaan doen, SPH, en dat heb je dus met heel veel energie heb je dat volbracht, alles gegeven. En waarin merk je dan dat het je niks oplevert? Nou ja, de banen die ik zou kunnen krijgen op het niveau van SPH, die zijn dus niet voor mij, omdat ik de taalvaardigheden niet goed beheers. En nou ja, dat is heel logisch, maar in de tijd dat ik mijn SPH, die ging het steeds meer ook over de verslaglegging. Ja, als ik dat van tevoren beseft had, dan had ik natuurlijk iets anders gekozen wat ik ook leuk vond. Ik heb er wel heel veel van geleerd hoor, wat ik gewoon heel goed kan gebruiken voor mezelf en in contacten met mensen. Maar ja. Maar het oordeel blijft eigenlijk. Dus inderdaad, ondanks dat je nu wel je basiskennis op een basisniveau hebt gekregen, is dat soms nog onvoldoende om uit te worden gekozen in bijvoorbeeld een sollicitatie. Zeg ik dat goed? Ja, en zo zo voelt het wel van mij. Ik heb dan wel bepaalde hulpmiddelen nodig. En ik heb dan de pech gehad dat mijn werkgever daar niet in meewerkte. Dus dat versterkt natuurlijk ook het gevoel van, oké, weet je, wie investeert er in mij terwijl ik wel investeer? Dus dat maakt het op andere gebieden ook wat lastiger. Want dat is natuurlijk niet alleen op je werk. Je komt natuurlijk overal mensen tegen. Ja. En daar ben ik wel mee aan het boksen nu. Maar dat heeft wel, dat is wel daardoor ontstaan. Ja. En wat is dan voor jouw moment, ik neem je even mee terug wat je straks zei, van ja, ik merkte dus dat ik bijvoorbeeld, met Google kwam ik er niet uit, dus ging ik mensen vragen om tot antwoorden te komen. Je had het de bepaalde app waarin je toch mee kon komen. Dus het lijkt wel alsof je het meer voor jezelf hebt gehouden en dus je op andere manieren wel tot oplossingen kwam. Zonder dat je misschien uitsprak van, hey. Ja, maar ik had het ook niet door. Ik wist wel dat mijn taalvaardigheden niet goed waren, maar niet dat, dat het onder de basisniveau lag. En voor de internet kon je heel makkelijk even bellen, even langsgaan. Nou, dat deed ik dan ook. En ik realiseerde me ook helemaal niet dat dat daardoor kwam. Maar ik redde me gewoon goed. Dus dan en als je het niet weet, ja, dan ga je er ook niet wat aan doen. Tenminste, ik ga er dan niks aan doen. Nee. En toch heb je op het moment gekozen om toch te beginnen met die taalles. Dus het is wel een moment geweest dat jij dacht, oké, ik ga iets aanpakken. Ja, ik heb het daarvoor ook wel gedaan, maar dat was gewoon niet te betalen. En dat was dan naast je werk. Had ik wel privéles gevraagd op een gegeven moment, maar weet je. Toen dacht ik echt, ik kan niet alles tegelijk. Maar toen ik die mogelijkheid had en de tijd, de ruimte, en dacht ik, waarom niet, weet je. Dan vind ik het wel fijn om daar nog in te kunnen leren. Ik heb nu mijn 2F en nu denk ik, het is goed. Want ik kan wat ik nodig heb. En ik ga mezelf niet over onnodig vermoeien, moet zo te zeggen. Het is ook niet iets wat... Ja, ik heb wel geleerd, dat is wel heel fijn. Op de SPA heb ik wel geleerd dat lezen ook heel leuk kan zijn. Het is wel heel vermoeiend, het gaat niet vanzelf. Maar het is ook wel leuk om op die manier... Ja, je groeit toch, merk ik, als je boeken leest. En misschien had je dus juist wel aversie tegen lezen en boeken en... Ik ging niet gauw naar een boek, nee. Ook niet gauw naar een bieb. Mijn moeder nam me dan wel mee. Maar ik dacht echt, wat doe ik hier? Ja, dat heeft overigens Suzanne aangegeven, hè? Dus de huisarts, van dat het eigenlijk ook best gek is dat bijvoorbeeld wat taallessen in een bibliotheek worden gegeven, terwijl dat misschien vaak de plek is waar mensen juist niet willen komen. Ja, dat is ook zo. Je komt daar niet automatisch, maar het is nu wel een plek waar iedereen heen kan. En het is ook een plek waar je mensen toch wel makkelijk heen kunt sturen. Maar het is wel waar, maar we zijn er al... Er is al heel lang aan gewerkt. Dat is natuurlijk wel zo. Omdat je met taal bezig bent, is het ook wel logisch dat het uit die hoek komt. Zeker, ja. Ja, dus, en omdat het toch ook wel heel veel steeds meer bekend wordt. Ja. En toen ben je daar dus gestart. Ben je ook in aanraking gekomen met andere mensen die tegen dezelfde problemen aanliepen, neem ik aan. Er waren daar meer mensen op de taalles. Ja, ik was er voor de eerste keer dat ik even kan kijken, zeg maar, om even kennis te maken met meer mensen.
En toen zei die docent van, ja, jij zou echt een hele goede zijn voor taalambassadeur. En toen kwam ik eigenlijk in contact met Stichting Lezen en Schrijven, met ABC. En daar ontmoette ik ook echt wel mensen van mijn eigen leeftijd. Sommigen nog ouder, die ook echt op latere leeftijd nog taalles zijn gaan doen. Sommigen gaan dan naar Praag. Dat is dan volwassen onderwijs voor 's avonds. Maar ja, ik heb het overdag kunnen doen, dus dat vond ik wel fijn. Maar toen ben ik wel meer in contact gekomen met mensen. En daar heb ik me ook aangesloten in de regio Utrecht om samen met een groep, zeg maar, ons in te zetten om bekendheid te geven. En er gewoon voor uit te komen. Ik heb op zich helemaal geen moeite om voor uit te komen, hoor. Dan zit je ook niet in de podcast gezeten vandaag. Nee, dat klopt. Nou ja, sommige mensen vinden het echt heel moeilijk. Mm. Oké. En welke ondersteuning heb je dan nog meer? Heb je daar nog meer ondersteuning ontvangen? Dus je bent naar die taalles gegaan. Daar hebben ze jou geholpen om het niveau op de basis te krijgen. Zijn er nog andere mensen geweest in jouw omgeving die belangrijk zijn geweest om je in dit proces een zetje in de rug te geven? Nou ja, mijn ouders hebben me altijd wel geleerd van, oké, doe wat je kan, dat is goed. En als je je kunt redden, is het helemaal goed. Dus ik ben wel opgevoed van, nou, je moet wel ergens iets voor doen. Dus als ik vragen had of zo, dan ging ik ook wel naar mijn zusters toe. Maar ik wil natuurlijk niet hun overal in betrekken, want ja, je hebt ook je privéleven, weet je. Maar als er echt problemen zijn, of ik moet echt een belangrijke brief of mail sturen, dan ga ik tegenwoordig wel naar mijn zus toe. En ja, dan helpen ze me wel. Hmm. En zij zijn ook een beetje achtergekomen waar ik tegenaan liep. Dat was voor hun ook niet zichtbaar. Kijk, ze kennen mij natuurlijk vanaf heel jong. Dus zij hebben, ja, ik ook niet, pas toen ik erachter kwam, niet gerealiseerd waar je in deze maatschappij daar dan tegenaan loopt. Hmm. Dus dat heeft voor hun ook wel hun ogen geopend. Dat zou je niet verwachten in een gezin, maar het is wel zo. Dat vind ik ook wel, toen ik dat van hun hoorde, dacht ik echt van, wow, nu weet ik ook wel hoe belangrijk het is om het echt te blijven vertellen. Ja, want het is dus niet vanzelfsprekend dat mensen het zien. En het is ook niet vanzelfsprekend dat je het zelf bij jezelf al merkt. Nee. En het feit, ze wisten ook wel dat mijn taal niet het beste was. Maar zij beseften ook niet waar je tegenaan loopt. Kijk, en voor die digitalisering, ja, was er ook niks aan de hand voor mij. Snap je? En dat was voor hun dus ook heel gewoon. Maar ja, ik woonde op mezelf en wij wonen niet echt dicht bij elkaar. Dus dan zie je dat soort dingetjes ook niet. Nee. Kijk, en als ik het zelf niet wist, hoe kan ik het dan vertellen aan een ander? Precies. Ja. Ja, ingewikkeld. Want ook als je dus bijvoorbeeld, als je een klein stukje mee kan nemen in de digitalisering, bijna alles, ook onze afspraak nu zit ik te bedenken. Dus het feit dat jij hier vandaag in de podcast zit, hebben wij via mail gedaan en WhatsApp. Zit ik nu te bedenken. Ja, mijn voorkeur gaat uit naar WhatsApp. Dat zeg ik ook, hoor, tegen mensen. Doe maar WhatsApp. Want wat is het voordeel van WhatsApp? Nou, je hebt gelijk 1-op-1 contact, zeg maar. Ja, 1-op-1. Maar je hebt wel gelijk de persoon te pakken. En als je een mail hebt, soms krijg je een mail. En dan staat er in de mailadres iets wat voor mij helemaal geen connectie heeft met die afspraak. En dan, dat vind ik dan gewoon lastiger. Ja. En dan ben ik daar best wel lang mee bezig. En dan denk ik van, en dan denk ik van, nou, ik kan het gewoon vragen en ze weten allemaal hoe het werkt. Ze hebben mijn telefoonnummer, dus wat is het probleem? Ja, dus eigenlijk toch de technische middelen die zo persoonlijk mogelijk het contact mogelijk maken, zoals WhatsApp, dat je toch 1-op-1... Ja, en ook korter, hè? Hmm. Want ik hoef daar geen mail voor te lezen. Ik hoef hem niet op te zoeken. Ik hoef niet te bedenken, oké, van welke organisatie? Oh, maar hoe zullen ze zich dan in een mailadres presenteren, zeg maar? Ja. En met WhatsApp kan je ook gewoon inspreken. Precies, de spraakbericht is. Ja. Daar sta ik ook overigens bekend om. Omdat ik het gewoon ook lekker snel vind. Dan kan dat vind ik ook. Ja, vind ik ook. Dus die techniek die het aan de ene kant lastiger maken, hè, de digitalisering, biedt soms dus ook wel weer kansen om het weer te vergemakkelijken. Ja. Zolang je maar bij jezelf weet dat je er tegenaan loopt. En dat je weet wat je nodig hebt. Hmm. En vroeger dan had ik dat niet zo door. En dan deed ik het ook wel op een manier die anders was als gemiddeld. En niet iedereen accepteerde dat. En dan kom je toch weer met het menselijke gedeelte in aanraking. Ja. En tegenwoordig staat er ook bijna geen telefoonnummer op die je kan bellen met bepaalde sites of bepaalde organisaties. Dus
dat is ook wel lastig. Ja, dat kan het dan lastiger maken. Hey, en is er dan nog iets waarvan je echt zou willen van... Ja, mensen die misschien wel voor het eerst horen over dit onderwerp, erover nadenken. Wat zou je deze mensen willen meegeven over wat ze zouden moeten weten over laaggeletterdheid? Nou, ik denk dat het goed is als je niet zo goed bent in taal, dat je onderzoekt welk niveau je zit. En je kunt dat eigenlijk, je kunt heel ook contact leggen. Ik heb het stomme telefoonnummer niet bij me, maar van de Stichting Lezen en Schrijven, die kunnen jou dan ook weer verder helpen. En want er zijn ook scholen. En nou weet ik niet hoe dat gefinancierd is, maar ik weet wel dat er scholen zijn. En dan kom je er snel genoeg achter op welk niveau je zit. En vooral, weet je, er zijn zoveel mensen die het hebben. Ik bedoel, als het leven het gewoon wat makkelijker maakt. Hmm. En gewoon besef van, hé, er is helemaal niks aan de hand. Ik bedoel, ik kan gewoon nog leren. En ik kan ook leren hoe ik hulp kan vragen. En kan ook ontdekken wat ik nodig heb. En hoe ik wel kan komen daar waar ik wil zijn. En, ja, ik denk vooral van, wees zo vrij en zoek gewoon de plekken. Nou, dit klinkt raar, je kan naar de bibliotheek, je kan het vertellen. En zij kunnen dan jou verder helpen. Dan ga je gewoon naar de balie en zeg van, nou, ik heb dat en dat gehoord, dat er mogelijkheden zijn om mijn taalvaardigheden te kunnen opkrikken. Doe dat gewoon. Weet je, want het is gratis, er wordt aan je gedacht. Alleen, en als je denkt van, ja, maar het zal wel meevallen, onderzoek het gewoon. Nee, heb je, ja, kun je krijgen. En ik denk van, ja, in dit land, in Nederland, kan het allemaal. Je hebt ook landen waar er gewoon niet over, ja, wordt gewoon niet over nagedacht. Mm-hmm. En ja, in zo'n rijk land leven wij dan weer wel. Elk land heeft wat, maar dat hebben wij dan weer wel. Ja, mooi. Ja, dat is wel echt een mooie pleidooi. En om mensen toch maar dat, ja, die zijn niet te oud om te leren en inderdaad. Ja, bijvoorbeeld, ik heb ook van mensen gehoord dat ze hun kleinkinderen niet konden voorlezen. Dat zijn wel een beetje indicaties van, hey, is dat dan, ja, of een vader die dat niet kon en die echt zoiets had, ja, maar dat wil ik wel. Hmm. En die zijn toen stappen gaan ondernemen. Er zijn ook mannen bij, of nou, mensen bij, sorry, die van hun vrouw niet wist dat ze daar moeite mee hadden. En ja, ik maak maar een lijstje. Oh, vergeten. Want dan noemen ze dat op. En dan zegt de vrouw, ja, ik maak wel een lijstje. Maar dan denkt hij, ja, een lijstje. Dus dan probeert hij te onthouden. En dat ging niet altijd. En dan hadden ze daar weer een beetje woorden over. Maar ja, later, dan is het wat duidelijker. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje zo, als je niet beseft dat je dat hebt. Weet je? En dat daar bekendheid aan gegeven wordt. Dan is het natuurlijk ook een bepaalde schaamte, denk ik. Mm. Ja, ik heb die schaamte nooit gehad. Dat is het moment bij mij een keer een... Want ik ben ook zo, ik vraag gewoon. En ik heb ooit gehoord van vragen... Vragen staat vrij en van vragen voor je wijs. Dus nou ja, ik dacht, dat wil ik wel. Dus toen vroeg ik op een gegeven moment aan iemand een bepaald woord. En ik dacht, nou, wat betekent dat? Dus ik vroeg dat aan die persoon. En die persoon, ja, dat weet je toch wel. Ik zeg, nee, want daarom vraag ik het. Maar hij kon me dus niet uitleggen wat dat woord betekende, terwijl hij het wel gebruikte. En toen ging bij mij een beetje een knop om. Zo, ja, hallo, dacht ik, wie is hier nou dom? Dat zei ik niet, maar dat dacht ik wel. En dat heeft voor mij wel een bepaalde klik gebracht van, hey, gewoon vragen, gewoon doen en gewoon blijven doen. En soms heb je wel onaangename momentjes. Maar ja, ik denk dan maar zo, dat hoort bij het leven. Dus ja, wees gewoon vrij en zorg gewoon dat je krijgt wat je naar verlangt. Weet je, als je echt zegt van, ja, ik voel me steeds buitengesloten, weet je. Ik hang altijd een beetje aan de lijn van de maatschappij. Net niet erbuiten, net niet erin. Weet je, ja. En misschien zijn het geen taalvaardigheden, maar zijn het rekenvaardigheden. Of zijn het digitale vaardigheden. Vaak als je last hebt van digitale... dat je daar minder goed in bent, dan is er ook iets vaak op dat gebied. Mm. En het leuke is ook van als je ermee aan het werk gaat, dat je ook zelfstandiger wordt. En het kan ook je waardigheid van jezelf verhogen. En dat je ook wat meer zekerder wordt. Dat is eigenlijk alleen maar voordelen als ik het zo hoor, om het toch maar aan te pakken eigenlijk en ermee aan de slag te gaan. Ja, zeker. Ja, absoluut. En ik denk dat het ook belangrijk is, zeg maar, als je
te maken heb met mensen die, die de basisvaardigheden niet onder controle hebben of niet beheersen. En je ziet zoiets, weet je, maak het bespreekbaar. Kijk, en misschien, ja, maak het gewoon bespreekbaar. Geef gewoon aan van, nou, we kunnen je helpen. Weet je dat dat er is? En weet je dat dat niks kost? En weet je, zo een beetje. En ook nou weet je, ik vind het ook een lastig woord. Of kun je me even uitleggen wat ik je verteld heb? Zodat je ook kunt gaan zien van, hey hier is iets. Kijk, verbaal ben ik wel goed. Verbaal begrijp ik ook heel veel. Maar dat komt ook omdat ik toch wel met mensen te maken heb, zeg maar, die zelf ook taalvaardig goed zijn. En omdat ik natuurlijk dingen vraag, is dat ook meegegroeid. Maar dat is niet bij iedereen zo. Dus dat kan een indicatie zijn van dat ze die basisvaardigheden, dat die te laag is. En het is misschien ook wel leuk om te weten van wat voor dingen waar je op moet letten. Iemand is bijvoorbeeld zijn leesbril vergeten, of zijn bril vergeten. Of iemand is zijn pen vergeten. Of iemand zegt, ja, ik heb geen tijd, ik neem het wel mee naar huis, ik wil het thuis wel in. Of ik ken ook iemand die zelf zei, ja, ik heb een geblesseerde arm, die nam ook echt een Mitella mee. Dus zou u dat kunnen doen? Of weet je? Allemaal eigenlijk trucjes om het, ja, een beetje het omzeilen. Te omzeilen. Ja, 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 en weg daarin te vinden. Ja. En vaak is het ook wel zo gegroeid. Dus zijn mensen zich vaak ook niet heel erg meer bewust ervan. Ik heb bijvoorbeeld, dat heb ik wel, als ik bijvoorbeeld ergens moet schrijven in een openbare ruimte. Onbewust doe ik altijd zo dat mensen niet mee kunnen kijken. Dus ik trek mijn schouder een beetje zo dat de mensen toch niet mee kunnen schrijven. Want ik word daar wel onrustig van. Hmm. En bijvoorbeeld moet ik wel eens een keer iets schrijven. En dan ga ik even apart in de keuken zitten. In de ruimte. Moet ik me gewoon kunnen concentreren. Ik zeg ook letterlijk, als je praat tegen mij en ik schrijf, ik hoor helemaal niks. Ik heb aangeleerd om helemaal af te sluiten. En nu zeg ik dat gewoon en maak me ook niet druk als ze wel praten. Denk jij, ja, doet je best maar. Ja. Ik heb het aangegeven. Ja, ja. Het kan arrogant overkomen. Maar zie je ook inderdaad dat gewoon, ondanks dat je natuurlijk wel gewoon het weer hebt opgekeerd, er blijft gewoon een stuk in jou wat nog steeds wel die oude triggers voelt. Van bijvoorbeeld je schouder doen. Hè? Het heeft gewoon zoveel impact, heeft het dus. Ik kwam er op een gegeven moment achter. Ik had het niet eens zo door. Toen dacht ik, ja. Maar wat, en ik dacht van, nou weet je, ik ga dat wel veranderen. Dat doe ik dan ook. Hoor. Ik pak altijd één ding aan. Maar ik ga er ook gewoon voor uitkomen. Ja. Nou, en heb je bij deze in dit gesprek ook heel mooi gedaan. Dank je wel daarvoor. Alsjeblieft, graag gedaan. En uiteraard zullen we even de links die je hebt genoemd en die informatie kunnen we gewoon in de beschrijving zetten van de video en de podcast. Dus daar kunnen mensen. Ja, misschien is het handig. Ik heb dat, had ik wel mee kunnen nemen, heb ik niet gedaan. Telefoonnummer. Ja. Zowel de website natuurlijk voor mensen die rekenen lastig vinden. En dan heb je zowel de mensen die moeite hebben met taal, bereik je, maar ook de mensen die moeite hebben met rekenen. Met rekenen. Dat is ook een ondergeschoven kindje, maar het komt wel steeds meer boven. Ja. Daarom wil ik het ook benoemen, want daarom heet het ook geletterdheid. En als het taal zou zijn, zou het alleen voor taal zijn. Precies. Maar het is voor meerdere dingen. Nou, we gaan er ook voor zorgen dat die links en die telefoonnummers gewoon goed zichtbaar zijn. En dat mensen dan misschien wel door te bellen en persoonlijk contact dus toch ook tot die informatie kunnen komen. Ja, het zou fijn zijn voor ze. En daar doe ik het voor. Ja, super. Irma, enorm bedankt. En natuurlijk ook alle luisteraars bedankt voor deze podcast. Ik hoop dat jullie er wat van hebben opgestoken. Deel hem vooral natuurlijk met je vrienden en familie als je denkt van, hey, ik ken iemand die hier wat mee zou kunnen. En verder zou ik zeggen, tot de volgende aflevering.